Hallo, mijn naam is Marianne Perlo. Ik ben al 20 jaar aan het hobbyen en ik wil jullie heel graag laten zien wat er op dit moment heel populair is. En dat is stempelen met clear stamps. Ik zal jullie een setje laten zien en ik ga jullie uitleggen hoe het werkt. De clear stamps zijn op dit moment heel populair. Clear stamps zijn niet duur. Dat komt omdat je heel veel van deze afdrukjes hebt. Die heb je niet op een houten ondergrond, maar daarvoor gebruik je een acrylblok. Ik haal de stempel van mijn keuze van het sheet af. Ik bevestig hem op het acrylblok. Dat draai ik om. De stempel zit gelijk vast en ik kan door het acrylblok en door de stempel heen kijken. En ik kan hem precies daar plaatsen waar ik hem hebben wil. Maar we willen natuurlijk inkt op de stempel. Ik gebruik daarvoor een beetje een stevig, droog stempelkussen, niet zo'n vet stempelkussen. Als het een nieuwe stempel is die ik net uit de verpakking haal, dan wil ik hem graag een paar keer ininkten en een paar keer proefstempelen. Het kan zijn dat hij nog een klein beetje vet is uit de verpakking, want dat hangt samen met het materiaal. Als ik dat een paar keer gedaan heb, kijk, ik leg hem neer en ik inkt aan de bovenkant. Dus de stempel ligt altijd op zijn rug. Ik leg hem neer, ik kijk er doorheen. En ik maak de afdruk door heel voorzichtig even stevig aan te duwen en hem daarna los te laten. Als ik een stempelafdruk heb die ik mooi vind, dan ruim ik altijd eerst mijn kussen op. Ik doe hem dicht, dat voorkomt uitdrogen, maar ook het voorkomt dat ik er per ongeluk met mijn vingers op zit. Of nog erger met mijn werkstukken die ik erop ga leggen. Dus deksel erop en stempelkussen altijd wegleggen. Als ik klaar ben met stempelen en ik heb een mooie afdruk gekozen, dan ga ik kijken wat doe ik met mijn stempel. Ik ga hem nu inkleuren en daar gebruik ik Derwentpotloden voor. Dat zijn potloden met heel veel pigment. Ik pak mijn stempelafdruk, ik pak mijn potlood en ik breng kleur aan op het randje in de afdruk van de stempel. Kijk. En ik ga dat heel zachtjes, ga ik de kleur een beetje verspreiden met het potlood. Hele mooie effecten krijg je als je werkt met een doezelaar en geurloze terpentine. Een doezelaar is eigenlijk niet meer dan geperst papier. En ik ga daar overheen wrijven. Kijk, en zo loopt de kleur heel mooi in elkaar over. En dan zie je niet meer die potloodstreepjes. Je kunt met je doezelaar de kleur ook nog een klein beetje vervagen aan de randjes. En dan krijg je een prachtig verloop. Doezelaars moet je per kleur gebruiken. Dus wat ik altijd doe, is mijn rode doezelaar krijgt even met een rood potlood een streepje, zodat ik zeker weet dat ik iedere keer de goede doezelaar gebruik en geen onverwachte kleurmengingen krijg. Een andere toepassing voor het gebruik van je stempels is stempelen op gekleurd papier. Bewaar altijd je restjes. Hele kleine restjes, hartstikke leuk. Vooral die gekleurde stukjes die je over hebt van het screppen. Als je je stempel hebt geïnkt, kun je hem op een willekeurige plaats afdrukken. Maar wat veel leuker is, en dat is het grote voordeel van de transparante bloks en stempels. Kijk, je kan ook door het blok en de stempel heen kijken en het hartje van de bloem precies op een tekening afdrukken. En dan krijg je een heel leuk effect. Als je klaar bent met stempelen, ruim je natuurlijk altijd alles netjes op. Je stempeltje even flink op een kladpapiertje goed afdrukken, dat er geen inkt meer op zit. Daarna haal je hem van het acrylblok. Je doet hem netjes terug op de sheet. Het dekvelletje gaat er weer op. En je stopt ze samen in een transparant hoesje. En dan bewaar je ze in een multimap. Dan heb je altijd een compleet overzicht van je stempels en je kunt gelijk weer beginnen. Veel plezier met stempelen!